Het was op de beurs van Genève in 2012, de nieuwe Volvo V40. Het is een echt compleet nieuw model. Ik moest er persoonlijk even aan wennen, vooral die achterkant. En inmiddels zijn we een kleine 4 jaar later en dan is het tijd geworden voor de facelift. Nou, die is redelijk voorspelbaar, want de T-hamertjes, de torhamers, die je ook bij de XC90 en de V90 zag, zitten nu ook op de V40. Geslaagd of niet, ik lees diverse reacties daarop. Persoonlijk vind ik het een beetje alsof de V40 nu zijn ogen is kwijtgeraakt. Alsof hij slaapt, een beetje een mol doet hij me aan denken. Maar goed, dat is de facelift en daar hoort ook die grill bij. Het Volvo logo is iets anders tegenwoordig. We hebben verticale lamellen in de grill. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. De achterkant is nog steeds precies hetzelfde. We hebben wel nieuwe lakkleuren zoals dit, een beetje babyblauwachtig grijs. Nieuwe interieurkleurtjes en een T3 motor. En met die versie gaan we nu op stap. Linné T-Tech, dat is de naam van dit soort bekleding. Het is een soort textielstof, beetje retro, beetje 50s. Je moet ervan houden, maar goed, hou je er niet van, is er heus nog wel iets anders verkrijgbaar. Ja, een redelijk bescheiden facelift dus voor de V40. En ja, dat is misschien maar goed ook, want die V40 die doet het eigenlijk hartstikke goed in Nederland. Vanaf de 2012, 2013 verkocht hij heel erg goed, maar ook vorig jaar nog en het jaar daarvoor. En dat was voornamelijk te danken aan die D2 en D4 versies met 14% bijtelling. Dat was natuurlijk een lease kanon van je welste. Inmiddels is de animo voor de V40 wel iets minder dit jaar. Dat komt omdat er eigenlijk geen gunstige bijtellers meer zijn. Alleen de diesels die hebben daar nog 21%. Maar goed, niet meer dat lage 14% tarief. En ik weet niet of jij het een beetje hebt kunnen volgen de afgelopen jaren. Die motorenbenamingen van Volvo. Ik vond het in ieder geval behoorlijk ingewikkeld. Van T2 tot en met T6. En wat was nou precies wat? Nou, eigenlijk is het tegenwoordig redelijk simpel. Er is één motor. Dat is een 2 liter turbomotor en die is er in verschillende vermogensversies. Dit is de T3, 152 pk, 250 Nm. En dan heb je hem ook nog als T2 en T4 en T5. Tot voor kort was die T3 een 1.6 motor van Ford met eigenlijk ongeveer hetzelfde vermogen en koppel. Die Ford motoren zijn de deur uit en het zijn nu gewoon eigen Volvo blokken. Een 2 liter dus. Dus een lekker forse motor voor hedendaagse begrippen. 152 pk, 250 Nm. Nou, daar heb je eigenlijk gewoon meer dan genoeg aan. Het blok zelf, hij is een beetje rauw eigenlijk als je nou eens start en accelereert. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo erg. Je weet in ieder geval dat je met een benzinemotor onderweg bent. En qua trekkracht zit het ook goed. Ik schakel nu even terug. In z'n 3, zak onder de 2000 toeren, vol gas, pakt gewoon heel mooi soepel op. 80-120 in z'n 4 doet hij bijvoorbeeld in een kleine 8 seconden. Nou, dat is geen supersnelle tijd, maar dat is gewoon netjes en gewoon ruim voldoende. Qua geluid blijft hij mooi op de achtergrond, gewoon een stille motor op tempo. Prima blok. Verbruik van die motor, volgens de fabriek, kun je er 5,5 liter op de 100 kilometer mee halen. Nou, dat gaan we natuurlijk never nooit redden in de praktijk. Volgens de boordcomputer is het 8,0 naar nu 8,1 liter op de 100 kilometer. Dus zeg tussen de 1 op 12 en 1 op 12,5. Geen wereldscore, maar ja, eigenlijk gewoon wel realistisch. Want we hebben die T3 destijds ook als duurtester gehad. Dus met dat 1.6 Fordblok. En daarmee haalden we eigenlijk dezelfde score. Dus ja, op papier klinkt het mooi, zo'n 5,5 liter op 100 kilometer, maar in de praktijk 1 op 12, 1 op 13, nou, misschien als je goed je best doet 1 op 14, maar meer zit er ook echt niet in hoor dan. Nou, kijk, hij is nu een kleine 4 jaar op de markt, die V40, en ik vind het persoonlijk nog steeds een auto die uitstekend mee kan met het huidige tijdsbeeld. Kijk naar dat interieur. Ik vind altijd een hele prettige omgeving bij Volvo. Dat weten ze toch altijd wel knap te creëren. Gewoon een fijn sfeertje, mooie materialen, mooie afwerking. De ergonomie
is gewoon prima. Hier, die middenconsole, die lijkt in eerste instantie wat druk met al die knopjes. Maar eigenlijk zit het allemaal best logisch in elkaar. En dat geldt eigenlijk ook voor de rest van de bedieningsorganen. Laat je trouwens niet misleiden door al het fraais wat je hier om mij heen ziet. Want dat heeft wel zijn prijs. Er zit voor ruim €7.000 aan extra's op deze Nordic versie. Die is er vanaf 30.000 en een beetje. Het zit hem onder andere in dat grote panoramadak. 18 inch lichtmetalen wielen, mooi audiosysteem. Minpunten van de V40, ja, die zijn bekend. En die verdwijnen natuurlijk ook niet met een facelift. Ruimte op de achterbank. Het is daar gewoon krap voor dit segment. Hetzelfde geldt voor de kofferbakruimte, 335 liter, dat houdt niet over. Er zijn gewoon concurrenten die dat beter doen. Maar kun je daarmee leven, dan is die V40 nog altijd een hele fijne reisauto. Met meer dan voldoende comfort en een randje sportiviteit. En zeker met deze facelift, hij staat er weer fris bij. Hij past weer in de rest van het Volvo-gamma, dus hij kan nog prima een paar jaar mee.